Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We zijn vandaag bij Jump Jack. We gaan hier een paar uurtjes springen, dus dat wordt leuk. Het is wel niet zomaar een video, het is een speciale video. We hebben hier een verrassing in het petto en die gaan jullie zo meteen zien. Dus blijf zeker kijken naar deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer hieronder en laat alvast een like achter. Let's go! Oké, ik ga proberen de brani naar backflip naar dubbelback. En als dat goed gaat, ga ik hem door proberen te combineren. Dus laten we kijken hoe het gaat uitpakken. Backflip, 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 dubbelflip. Oké, zometeen hebben we echt een leuke challenge. Eén van ons gaat zo meteen een combo verzinnen. De ander moet hem nadoen. Stel je voor, ik doe een combo en Rutger doet hem na, maar het lukt hem niet. Dan mag ik nog een keer een combo doen. Lukt het hem wel, dan mag hij een combo verzinnen. En zo door. We gaan niet alles al te moeilijk maken, want Rutger die heeft nog steeds zijn enkel. Maar laten we beginnen met zijn schaar. Wie mag beginnen met challenge? Oké, Rutger mag dus beginnen met challenge. Dus als hij iets doet en mij lukt het niet, dan mag hij nog een keer. Flik vlak, backfoot. Hé, dat is wel gecheat, jongen. Rutger mag nog een keer. Want je hebt maar één kans om iets te doen. Dus Rutger is meteen nog een keer. Backflip, flikflak, backflip. Ik heb zelf nog nooit gedaan. Backflip naar backflip naar dubbelflip. Even extra uitleg, als ik dus een trick doe en Rutger kan hem niet nadoen, mag ik dus nog een keer. Dat betekent één punt voor mij. Dus Rutger heeft nu al twee punten. Als dit mij niet lukt, heeft Rutger drie punten. Ja, clean! Frontflip naar Gainer, naar Rudy. Ja, die goed alles. Sideflip naar side anderhalf naar pullover. Oké. Dat was wel goed. Front Arabier, back dubbel flip. Dat is zo makkelijk kunnen doen. Ja, ik wilde eigenlijk back naar Arabier dit full. Dat bedoelde ik eigenlijk, maar toen deed ik een back. Ball full naar back full. Dit lijkt wel bijna dubbel, hè? Je deed dubbel. Oh, ik wou geen dubbel doen. Maar ik zat zo hoog. We zijn bij de verrassing aangekomen. We mogen 4 kaarten van het trampolinepark Jumpy Jack weggeven in Almere. Jullie kunnen een uur springen en gratis sok krijgen jullie erbij. Speciaal voor onze trouwe kijkers hebben wij dit gefixt. Wees van uitleggen hoe je kan winnen. Zoals Rutger dus al zei, kan je een kaart winnen. Ik ga even uitleggen, kort maar krachtig, hoe dat moet. De eerste kaart is van de leeftijdscategorie 8 jaar en jonger. Dus ben je 8 jaar of jonger, stuur dan een leuk filmpje, een van je beste filmpjes, je beste salto, je beste trick op. Met de hashtag TentumWinActie. En misschien win jij dit kaartje wel. De tweede is voor de leeftijdscategorie 8 en 12. Dus ben je tussen de 8 en de 12 jaar, kan je dit kaartje winnen. Dan hebben we er natuurlijk nog één. En die is voor de leeftijdscategorie tussen de 12 en 16 jaar. Dus ben je 12 of 16, gebruik je dus bij alle kaarten gebruik je dezelfde hashtag, namelijk hashtag TentumWinActie. En dan maak jij kans. De allerlaatste kaart is voor als je 16 jaar of ouder bent. We hebben hiervoor gekozen omdat
iedereen dat kan winnen. En we willen natuurlijk niet dat mensen die helemaal geen salto kunnen, niet kunnen winnen. We willen natuurlijk dat iedereen kan winnen. Dus daarom doen we een leeftijdsgroep. Stuur dus je beste salto in. En misschien win jij wel een uur gratis springen. Oké, als je wil winnen, je moet de video liken. Je moet abonneren op Tudenten, want daar kijken we natuurlijk wel even naar. Je moet ons volgen op Instagram. Op Instagram gaan wij de winnaar uitkiezen. En je moet dus de hashtag #TentenWinactie gebruiken onder je filmpje. We gaan nu door met de video. Oké, we zetten ook speciaal voor jullie even op elk kaartje onze handtekeningen. Ja. Oké, we gaan nu nog een paar challenges doen en dan gaan we weer helaas terug naar huis. Maar ik was aan de beurt, dus ik mag er lekker iets verzinnen. Oké, ik heb er één. Het lijkt heel dom, maar twee ballen achter elkaar. En dat is hier best wel moeilijk, vind ik. Dus, succes! Sick! Oké, ik doe overslag, frontflip, Arabier, backflip. Clean! Heel clean. De meest verkeerde overslag ooit, maar dat maakt niet uit. Nu ben ik. Oké, ik ga doen van Rudy naar backflip, naar backflip. Clean. Oké, we staan nu gelijk. We hebben allebei twee punten. We gaan door tot één iemand drie heeft en die heeft gewonnen. Kort naar backflip, naar backflip. Hij had hem wel. Weet je wat lullig is? Ik zou Rutger elk moment af kunnen maken als ik de backflip zou doen, maar dat gaat niet doen. Dus wil je dat we deze game nog een keer terug doen, dan maken we er even wat leuke regeltjes van. En iets hoger level. Geer dat dan eventjes. En like deze video. Maar ik ga nu nog even doen, maar ik weet nog niet wat. Dus dat doe ik. Okay, back anderhalf, naar pullover, naar bal. Oeh, dit is wel lastig man. Rutger is weer, gaat hij me afmaken. Oké, ik doe Barani naar backstal, naar doelvoet. Oh, die was zo naar. Die ging zo hard bijna op je muil. Ja, weet je, ik doe net die schouderrol van maken. Ja. Oh, was zo eng jongen, ik deed het backstal. Maar iets te lang bleef ik stal, dus ik kwam uit. Oh shit, moet ik doen. En toen probeerde ik hem nog, maar het lukte niet meer. Maar ja, kan gebeuren, meisjes. Sideflip in trampoline. Naar side half, naar backflip, naar backflip. Oké, Rutger, als je deze niet landt, dan win ik. Ja, dus het is echt lastig, man. Succes! Oh, die had je echt close, maar hij had hem wel, je had hem wel. Lekker, nu is het. Oké, even een full minder. Dus een dubbel full naar frontflip, naar backfull, naar frontflip, naar achteruit salto. Ja, dus heet één full minder. Oh, shit, nee. Jammer. Nou mees, maak het maar af, je kan het. Nee, je gaat geen dubbel full, dus dat is niet leuk. Nee, ja, dus, ja. Dat vind ik niet leuk, want zo af. Doe kaboom. Oh, dat had ik nog een leuk mee kunnen doen trouwens, de kaboom. Oké, ik weet het. Ik doe vanaf dat oranje blokpakker is. Ja. Doe ik een. Hoe heet dat? Doe ik een kick the moon naar backflip naar dubbelvoet. Ah, ik ben dood. Oké, go Rutger, batterij is laag.
Ik moet eruit kijken, want dat is een gezoot in de weg. Probeer. Zo, we zijn aan het einde gekomen van de video helaas. Yes, uiteindelijk heb ik dus gewonnen. Wow! Dus wil je nou dat we dit vaker gaan doen, moet je dat even reageren in de comments. Dan maken we een leuke flip, gaming flip van achter iets. Precies. Maar dan met leuke regels. En dit is natuurlijk een super unieke video omdat we die kaartjes hebben weggegeven. Dus doe zeker mee, want we gaan ze echt weggeven en jij maakt zeker kans. Ja, dus stuur gewoon een leuk filmpje op en wij gaan ze allemaal bekijken. Ja. We gaan niemand achterlaten. Je Precies. hebt de tijd tot volgende week zaterdag, dus dat is 6 januari, om je flips in te sturen. Dus maak er het beste van. Inderdaad. En ik hoop echt voor jou heel erg dat je wint. Dus doe echt mee, je kan het, je kan het. Yes. Dus wat Rutger zei, we hopen dat jullie winnen. Maar ben je nou nog niet geabonneerd, moet je even abonneren. Dan maak je natuurlijk ook kans. Like deze video, volg ons op Instagram in de beschrijving. Dan zien we jullie bij de volgende video.